van wakker werden. De ganzen komen ze. De ganzen komen ze weer met de schip. Niet rennen. Je weet het nog beter dan ik, want ik ben een week weg geweest. Dan weet, ja, weet je het nog beter dan... Ik wou geluk gehad echt rustig. Ja. Stort kost maken, weer op de kant. Ik gewoon naar u gebeld toen ze komen, dat wordt nog niet meer zo buik. Nee. En ze denken, hoe laat maar. Dat ziet zo belachelijk goed als ik toch... Als ik toch gewoon bellen, ik denk, ik laat me zitten. Ja, dan ben ik veel, maar denk ze vet, ja. Ja, Morgen, Jackie. Hoi. Ja. Morgen. 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 Ja, dat is ook een normaal.
er wel genoeg. Ga je gang. Dames en heren, hartelijk welkom hier in het gemeentehuis. Ik vraag uw aandacht voor de burgemeester, de heer Vossen. Person.
van de opnemers. Des vuur zit dat aan het oranje comité. Sinds al die jaren wieken weer. Heel klein comité. Wat toch die kaart 25 jaar en die klok in het op is. Vanaf de oprichting 1970 is de heer De Liège bestuurslid van het overkoepelend orgaan van de Noordmense Vereniging. Van het VVV, mooi hulpen, is hij sinds 20 mei 1974 bestuurslid en vanaf 1975 is hij vicevoorzitter. Ook is de heer De Liège sinds 1960 lid van het optochtcomité van de carnavalsvereniging De Gareke, ik wil de Ramstaat leuk vallen. Want ik heb er alleen al van dit. De man al die jaren met bezig is. Mevrouw De Liège, we hebben dat volgehouden. Ik til dat de helft vanavond. Is de man over het ooit de hoes? Ik denk dat ik til de helft vanavond. En wil gaan schieten. En mevrouw De Liège, die ziet er nog altijd stralen. En hij is dus ook nog heel veel aandacht aan zijn hoofd en zijn kinger met te besteden. Hij zal dat maar weten. Ja. Hoe heerlijk het is. Nou, dan allemaal samen. Dames en heren, dat zulke wat met u heeft zijn, is een enorme dienst. En in de politiek krijgt u zelden schouderklopjes. Eigenlijk nooit, alleen maar voor u. Daarom ben ik blij dat ik vandaag op deze plaats meneer De Liège een schouderklopje mocht geven. En ik mocht dat doen, niet van mezelf, van mezelf, maar ik stond hier in opdracht van haar majesteit. En ik ben er trots op dat ik kan zeggen dat ik haar majesteit de koningin gevraagd heb om aan meneer De Liège toe te kennen de eremedaille. Yeah.
heren, bij jubileus is het een goed gebruik om eens terug te blikken wat er in die afgelopen periode allemaal gebeurd is en wat belangrijk is om nog eens even bij stil te staan. En uiteraard is het dan begrijpelijk dat we dit zullen doen over het zilveren jubileum van de heer de Liège als raadslid. Als gevolg van de gemeentelijke herindeling en doordat de meeste van ons verscheiding als blijk van waardering voor uw inzet voor de gemeenschap op de vele terreinen. En we hopen ook dat u, als de gezondheid het toelaat, dus die inzet over een paar jaar zult kunnen blijven. Dames en heren, de heer Lofty en de burgemeester die hebben al de politieke en bestuurlijke kwaliteit van de Liers ruim geschetst. Ik denk niet dat ik moet proberen om het nog even toe te voegen, want dat lukt niet meer. Dat hebben ze al heel ruim gedaan. Ik wil proberen eens een ander vaatje te tappen. Ik wil eens proberen in een paar woorden de persoon de Wiel de Liers, die verre met personeel ervaren althans, een beetje naar buiten te voegen. Wiel de Liers, dames en heren. De heer ervaren de man is personeel als zeer spontaan. En een man die altijd in is voor een grapje en een gemeente slaag. Hij heeft een gave op dat gebied. Hij weet dat ook in gebruik en gepast. Soms in heel moeilijke discussies en dat is nog meermalen teruggekomen. Gesprek bij pas te lopen, wilde die eerst met een grapje met een gemeente slaag. Spanning weg, dat ging weg. Hij weet dat werkelijk heel goed in gebruik. Wil ik ook een schetsen wie dat niet gemeente moet scheiden als wilde die eerst hier ook lukt. En lukt die langs rond en de beste verdwenen is in dit gebied van ontspanning. Straat, en ik heb ze wilde eerst tegen en hij zei dan niet goedemorgen of goedemiddag. Hij zei ook niet hoi. Hij zei dan, blanke broeder, gelijk spanning weg. De man, die heeft waarschijnlijk echt gekund om situaties in te schatten en dan mensen op hun gemak te stellen en spanningen te verbreken. En in elk geval, ik vind dat een hele bijzondere kwaliteit en zo ervaren we dat als personeel. Nog kwaliteiten van wilde eerst, dames en heren. En een man, die rechter zekerheid, neemt een zaak in. Hartelijk gefeliciteerd, ook met koninklijke onderscheiding die ze vandaag bespreken. Ze zijn een stijfkoord, kleur, prachtig wit vak. Ik hoop dat ze met heel lang een goede gezondheid mogen dragen. En namens dat personeel nogmaals van harte. Ik kreeg een uitnodiging. Ik was op een zaak iets voor laat, maar ik ben heel graag gekomen. Waarom kwam ik zo graag? Omdat ik dus
de mensen niet wilden achterblijven, gezien de ervaringen en de fijne contacten die ik dus intussen met de familie Liège heb gehad in de afgelopen jaren, wil ik dit toespraakje beginnen met een algemeen en formele tekst, die luidt als volgt. Geachte heer, dien de Liège. Het doet mij zeer deugd deze mogelijkheid te kunnen aangrijpen om u geachte en u ook gedecoreerde als mede in de laagbare heer dien de Liège, als zeker ook de echtgenote en familie, op deze voor u allen zo gedenkwaardige maandag 29 april te kunnen feliciteren met de aan dit uitgereikte decoratie en de gelegenheid van uw jubileum. Na deze van harte gemeende, maar toch formele tekst, zal ik me goed vinden, gaan iets informeler willen vervolgen met een kleine lofrede op mij. Geachte Wil en Margriet de Liège. Ter gelegenheid van heden op Wils rug geweest, heb ik al veel kunnen lezen en horen waar Wil zo al mee bezig is geweest. Voor jouw inzet voor de gemeenschap en het algemeen belang, geniet jij ieders achting en deze huldiging allang. Als huldigingsblijk voor jou zocht ik naar een idee en via mijn taak in onder andere gereedschappen viel mij dat toch mee. In attentie voor jullie beiden voor vandaag zo samen te stellen dat ik hierbij de kans krijg iets over jullie beiden te vertellen. Ik heb hier ergens een bloemstuk staan, dat zal erg handig zijn. Voor jou, Margriet, zijn van dit bloemstukje natuurlijke bloemen. Met dank voor je gast. Vrijheid, die ik ook een paar maal kan geven en die ik zeker kan komen. Maar meer nog, voor jouw steun aan Wil door al die jaren heen, maakte jij zijn inzet mogelijk en hielp hem als geen. Maar zoals je ziet, Wil, ligt in dit bloemstukje verborgen in jouw welbekend gereedschap van gisteren en vanmorgen. Die watertas is volgens mij jouw eigen symbool. Via de omgang met dit gereedschap vroeger ontving jij de school. Net als deze watertas ben jij als mens recht van zijn en maakt niet recht wat kwam is. Dat is juist zo fijn. Jij hield en houdt, net als dit instrument met veel inzicht, maar zeer moeilijke zaken in balans en dus in evenwicht. Er zijn natuurlijk nog veel eigenschappen van jou te noemen die ik bij deze gelegenheid in jou zou moeten roemen, maar zoals ik jou ken, vind jij dit al mooi zat en dus laat ik het met een van harte gemeen officieel. Ik was niet voorbereid om te spreken met een dag waar dat ik niet achter mocht blijven. De burgemeester had heel even twee mensen aangehouden die vandaag krijgen te worden. En uiteraard, die in deze zaal is verwillend is verhoogd. Ik wil dan niet spreken als zakenman, bezijnsman en zijn klinkenwerk. Nee, dit is hier om hier namens Kamerbord
mag niet de horingen snijden. En daar dachten jongens, dat we dan met een blumpje zeker van worstelen horen op het komt. De Martin gaat jubileum. En ik wil dan ook in de man, die dit jaar 33 jaar lid is, van de Schönste Vereniging Behulp. Dat hebben we al gezegd. Feliciteren Martin, met die onderscheiding. En ook Liv Maria, als steun was toen allemaal bezig aan dingen Martin. Dan hebben ze nog meer, wie 15 jaar penningmeester van Oosterrijk. En de Kamerbouwvereniging, dat is dan wel een vereniging die spas maakt. Dat was hun ook heel veel met serieuze zaken bezig. En het is ook moeilijke tijden, moeilijke dagen. Iedereen dat maakt spas. En dan moet Engeman dat kopieer houden. Dat is onze centrum. Dat is echt nodig voor de beurs. Dik nog over de door met ook voor ze toe te houden. En het heeft me plezier en ik vind het chic Martin. Dat is toen nergens die orde van de koningin. Ja, sorry, die onderscheiding van de koningin. Op het wapen van de garagiekeren. Op die grootstuks. Martin gefeliciteerd. En ook de wil. Dat niet maar alleen de optocht even op dagen van zondag met die goede banen leidt. Ook daarvoor en dan hebben we 20 jaar geweldig voor de Kamerbouwvereniging. En hij is daar ook. Hij had dan ook de hoogste onderscheiding. Heren, naar ik af, waar de geur van de Kamerbouwvereniging die door de wind komt. Ook de wind, mensen, echtgenoten, gefeliciteerd met uw hoge onderscheiding. Bedankt voor het vuile werk en dat er nog jaren, allebei, alle vier mogen we zeggen, mag genieten van deze waardering. Burgemeester, de mensen die hier verantwoordelijk zijn voor het hele gebeuren rondom de gedaan. Ik mag u bedanken en feliciteren met de goede steun, de goede keuze. Thank you.
Dan ben ik al inderdaad gevreugd. Ja. Ja. Nou, je feliciteert ons later. Ja, we gaan het over de hekel. Ik zie me daar staan toch wel op school. Dat is echt goed te horen. Dat is wat ziek, zijn slips, hè? Extra slips. Houd de video maar op schoppen. Daar extra slips van hem. Wat heb je mooi gedaan? Ja. Wat is die sigaar wat gewoon stil? Wie weet dat in? Ik ben daar, hè? Het zal nog wel komen. Geurt nog. Daar heb ik het. Jeanette is something.
Ja, maar die hebben het moeilijk, maar die hebben het allemaal. Dat is een vraag, maar ze kunnen komen.
Thank you.
Dames en heren, ik hoop dat u intussen op uw gemak zit. Wij zullen ons best doen het komende uur om u het druilerige weer van vandaag te doen vergeten. Ik vraag uw aandacht voor het openingswoord door burgemeester Bossen. Dankjewel, meneer Van Hanrooy. Dames en heren, inderdaad, op deze wat druilerige dag heet u van harte welkom. Maar we hebben de zon in ons hart, want we hebben ons mannenkoor, onze zangvereniging Sint Cecilia voor ons staan. En dan is het feest in de Groningen. Het is trouwens vandaag toch een heel bijzonder feest. Niet alleen omdat haar majesteit de koningin jarig is en 25 jaar getrouwd is, maar ook door het feit dat ons Oranje Comité 25 jaar bestaat. Ik zie, dames en heren, heel veel bekende gezichten. Allemaal gezichten die ik, of tenminste de meeste van u heb ik in de loop van die 10 jaar dat ik hier ben, mogen decoreren. Het zijn er heel wat. De familie van de gedecoreerde neemt alsmaar toe. En gelukkig zijn er ook dit jaar weer heel wat die een lintje hebben gekregen. Of een Gulpense eremedaille hebben ontvangen. Ik zal ze even aan u voorstellen als u het goed vindt. Dus op de eerste plaats heeft de eremedaille in goud gekregen onze eigen wethouder de Liège. Wethouder de Liège is 25 jaar onafgebroken raadslid in Gulpen. Ik heb het gisteren ook al gezegd, dat is voorwaar een grootste prestatie. 25 jaar raadslid in Gulpen. Hij is 7 jaar verschillende periodes wethouder. Hij heeft zich al die tijd, al die 25 jaar, met hart en ziel ingezet voor de gemeenschap Gulpen in het algemeen en het kleine buurtschap Heuvrum in het bijzonder. Ik zal niet een volledige opsomming geven van de verdiensten, dat zal te lang vergen, maar de man heeft zich ook nog bezig gehouden buiten de politiek met legio onderzaak. Hij is met name een van de oprichters van ons eigen Oranje Comité. Onafgebroken oprichter en sinds die hele 25 jaar is hij voorzitter geweest van dat comité. Hij heeft zich ook bezig gehouden met de sport, met de voetbalsport, met name in Ingburg. En ook met de wielrennerij is hij een zeer geziene figuur. De man heeft ook bij de carnaval heeft hij veel verdiensten. Kortom, de man is gedecoreerd en heeft die onderscheiding alleszins verdiend. Ik zou zeggen, geef hem een hartelijk applaus. We hebben er nog eentje, die hebben we gisteren mogen decoreren, en dat is meneer Didde. Meneer Didde is ook een van de oprichters van het Oranje Comité, heeft ook grote verdiensten zich verworven in die functie. Hij heeft de centjes van het Oranje Comité in de gaten gehouden, en dat waren er voorwaar niet zoveel die hij had te beheren. Met die weinige centen die hij kreeg van de gemeente, hebben ze toch in al die 25 jaar grootste activiteiten voor de jeugd kunnen ontplooien. Voorwaar een hele prestatie. Maar buiten zijn functie bij het Oranje Comité heeft ook de heer Didde talloze andere verdiensten. Met name, ik noem één verdienst wat mij in ieder geval is opgevallen. Hij heeft 40 jaar hier in Gulpens Dreven rondgeschouwd met boter, kaas en eieren, als ik het zo mag formuleren, meneer Didde. Maar dat niet alleen. Nadat hij zijn zaak heeft gesaneerd, houdt hij zich bezig met vrijwilligerswerk. Met name spant hij zich erg in voor de ouderen in onze samenleving. En dat mag je best best respecteren. En dat is een hele goede zaak. Ik zou zeggen, applaus voor meneer Litten. Ja, nu we toch bezig zijn met het Oranje Comité in Gulpen, het is maar een heel klein comitéetje. Het bestaat maar uit 3 mensen.
En als je vruchtbaar wil werken, moet je inderdaad een heel klein groepje vormen. Eigenlijk zou dat ook wat zijn voor de gemeenteraad nog willen. En het zou er eigenlijk veel minder moeten zijn. Laat ze het niet horen. Maar goed, het andere lid van het Oranje Comité is Ernest Slenter. Ernest Slenter heeft weliswaar geen koninklijke onderscheiding gekregen. Maar wat nu niet is, dat kan wel komen, meneer Slenter. Maar meneer Slenter is ook pas 20 jaar lid van het Oranje Comité. En hij heeft buiten dat Oranje Comité, het is een heel bekende persoonlijkheid in het Vultense. Want als er wat in Gulp te doen is, als er geshowd moet worden, als er gecollecteerd moet worden, dan kunt u heel vaak meneer Slenter aan uw deur vinden. En ik wil hem natuurlijk ook in het bloemetje zetten. Hij heeft trouwens in de loop van het jaar, heeft hij de erestaf van de gemeente Gulpen gekregen in verband met zijn grote verdiensten voor met name, dacht ik, meneer Slenter, niet alleen voor het Oranje Comité, maar dan moet ik gauw even spieken. Voor uw 25-jarig lidmaatschap, bestuurslid, elftalleider, grensrechter van de sportvereniging Groenendaal. En die erespel zou ik ook van harte verdienen. Ga je recht staan en geef hem een applaus. En omdat hij zo vaak van huis is, dames en heren, en dat mag u rustig aannemen, je ziet hem werkelijk overal, meneer Slenter, wil ik zijn vrouw. Want die heeft nu heel wat keren moeten missen, een bloemetje aanbieden. Heb ze dat Frans? Of zijn we dat vergeten? Dat was wat u gehoord hebt. Gesneden op je bleefje dat ik bloemen moest aanbieden. Frans is dat daar. Nou, de voorstander, je hebt de bloemen te goed. Ze zijn onderweg. Maar ik wil de zaak niet al te lang oplossen. Daar zijn ook andere koninklijke onderscheidingen in de loop van het jaar, uitgereikt. En met name aan meneer Slijpen uit Wielrij. Die heeft de zilveren eremedaille ontvangen op 7 september 1999. En dat heeft hij ontvangen uit handen van de lokale burgemeester, meneer de Liège. En die was toen zelf met vakantie. En meneer Slijpen was toen 50 jaar lid van de Harmonie, de roemrijke Harmonie. Sint-Gertrudis uit Wielrij. En hij had ook talloze andere verdiensten. Maar de heer Slijpen is helaas niet aanwezig in verband met ziekte. Maar ik zou zeggen, ik geef hem toch, al is het moreel een applaus. Ja, op deze manier wordt het wat verwarrend. Maar wij komen bij het improviseren wel, dames en heren. Vindt u niet dat? Dames en heren, zoals ik al zei, ik heb heel wat koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken in de loop van de afgelopen jaren in Gulpen. En de meeste van die hier zitten, die heb ik een onderscheiding mogen uitreiken. En dat gaat altijd, dat is altijd weer feestelijk gebeuren. De een is een beetje stil en onder de indruk. De ander is zo onder de indruk dat hij spontaan begint te huilen. De andere is verschrikkelijk blij. Maar ik heb één onderscheiding mogen uitreiken, die zal ik nooit vergeten. En dat is een onderscheiding aan meneer Meijs. En die heb ik mogen uitreiken eigenlijk op zijn sterfbed. Dat was op 5 augustus. Nee, het was op 3 augustus 1990. En meneer Meijs was 50 jaar lid van de voetbalvereniging in Engel. Van RKSVG. Ik verwacht ze wel eens. Hij was 45 jaar maar liefst bestuurslid. 38 jaar penningmeester. En had in dat buurtschap talloze andere verdiensten. En dat was een heel indrukwekkend gebeuren. 2 dagen daarna is hij niet overleden. En hij vertelde tegen zijn vrouw dat vond ik heel indrukwekkend, dat liet dat ook blijken, dat hem dat enorm goed had gedaan. Dat hij eigenlijk, ja, dat moest hij nog hebben. En toen komt hij met een gerust hart van ons heen.
Maar op dat moment denk je, wat is het voor een voorrecht om burgemeester te zijn van dit soort zaken en voor mensen te kunnen doen. Zo zeggen, laat ons hen even gedenken met enkele ogenblikken stil. Maar het leven gaat verder, dames en heren. In de loop van het jaar zijn er eresvelden uitgereikt aan vele verdienstelijke mensen. Met name meneer Kleine is hier aanwezig uit Rijmersdorf. Ik zie heel voorzichtig in hand. Is hij aanwezig? Ja, daar zit hij. Geef hem eens een applaus. Jaar onafgebroken bestuurslid van de fanfare Sint-Franciscus, de roemrijke fanfare Sint-Franciscus, en heeft zich als zodanig veel verdiensten verworven en natuurlijk ook, andere treinen heeft een grote verdiensten. Meneer W. Wouters zal ongetwijfeld Wiel of Willem Wouters zijn, is die aanwezig? Meneer Wouters. Joyce. Ook 40 jaar bestuurslid van de Franciscaanse fanfare Sint-Franciscus. En daarbuiten nog talloze andere verdiensten. En dat was meneer Wouters. Dan meneer Kroonen van datzelfde buurtschap Rijmersdorf. 25 jaar. Van de fanfare Sint-Franciscus. U ziet, wij schenken erg veel aandacht aan mensen die muziek maken of dat stimuleren. Bedankt meneer Kroonen, gaan we weer zitten. En nu we toch met muziek bezig zijn, gisteren hebben we op zeer feestelijke wijze hebben we een koninklijke onderscheid mogen uitreiken. Ik was hem bijna vergeten, aan meneer Sapelberg. Waar zit hij? Daar zit hij, ga straks nog eens kijken. Meneer Sapelberg is maar liefst 40 jaar, je zou het niet dan zeggen, voor zo'n jonge man. Maar hij was al met zijn, hij was 4 jaar toen hij lid werd, meneer Sapelberg. Of daar wel 6 jaar nog. Werd hij lid van de Harmonie Kind Sint-Gertrudis. Eerst was het, hij heeft eerst het karretje met de dikke trom gesleept. Dat zie je tegenwoordig niet meer. Toen hij 10 jaar was, toen mocht hij het vaandel dragen. En toen hadden ze ontdekt dat de man een rekenwonder was. Toen hebben ze maar penningmeester gemaakt. En dat is hij bijna 30 jaar onafgebroken. Nee, eens even kijken, overdrijf ik niet. Want ik heb altijd een beetje een neiging om te overdrijven. Nee, maar hij is 30 jaar bestuurslid. En ik neem aan dat hij ook zo lang penningmeester is van onze Harmonie Sint-Gertrudis in Wieldheem. En daarnaast heeft hij nog talloze andere functies. En dat noem ik met name, eens even kijken. Oh ja, hij is sinds 84 secretaris van het gemeenschapshuis in Wieldheem. Voorwaar ook best een zware baan onderhoud. En 10 jaar bestuurslid van de carnavalsvereniging De Kling Puimen. En hij is ook nog 4 jaar bestuurslid van de ondervereniging van de Technische School in Nieuwswiller. Voorwaar een hele drukke man. Een applaus hebt u al gegeven. Hè? Eens even kijken. Dan, dat is ook iemand die zich met de muziek bezighoudt. De heer Frans Jonge, hij zit erachter. En Frans Jonge was maar liefst 35 jaar lid van de Harmonie van Gulven. Hoe is het mogelijk? Volgens mij is hij niet ouder. Hij is bij de geboorte lid geworden. En 25 jaar instructeur van de drumband. Dat heeft hij altijd op een treffelijke en enthousiaste manier gedaan. Ik zou zeggen, geef hem een dagelijks. Meneer Koenjaars. Uit P-zaken. Waar is die? Oh, die staat voorzichtig op.
Die is 25 jaar, is die bestuurslid, elftalleider, grensrechter van sportvereniging Groenendaal. Van harte proficiat. En een applaus. Meneer Slenter, met hem uitgegaan, en meneer Slenter, daar blijven we niet bezig. En dan meneer Zende, die is 45 jaar lid van de Harmonie van Gorkum. Waar is die? Oh, die is niet aanwezig. Nou ja, hij mag toch een applaus. We zullen hem vertellen dat hij hier een dame een applaus heeft. Dan is even kijken. Meneer Sapelberg senior. Ja, meneer Sapelberg senior. Die heeft eens even kijken. Nee, dat is dezelfde Sapelberg. Die heeft buiten die koninklijke onderscheiding, heeft hij ook nog een erestaal van de gemeente Gulpen gekregen. Maar daar hebben we al voor geapplaudisseerd. Ja, waar ik ook goede herinnering aan bewaar, dat is aan mijn vriendin, zuster Teun. Waar zit ze? Ik zie ze nergens. Oh, daar zit ze. Ja, die hebben we inderdaad ook de gouden ere stel van de gemeente Gulpen overreikt. En dat was, eens even kijken, wanneer was dat ook weer, zuster? Dat was in, wanneer? September? December was dat, ja. In december heeft zij de gouden ere stel van de gemeente Gulpen gekregen in verband met haar 50-jarige loopbaan als verpleegkundige. En zij was van 69 tot 84 de eerste directrice van het dokter Akkenshuis. En dat is voor haar een hele zware baan. Ik zou zeggen, een applaus voor zuster. Meneer Vrijhoeven, is hier aanwezig? Meneer Vrijhoeven, daar, ja, er komt toch een opstoom. Meneer Vrijhoeven, die is 25 jaar bestuurslid. 10 jaar voorzitter en 15 jaar bestuurslid van de tafeltennisvereniging De Webbers in Wielgeer. Hij heeft zich daarvoor uitgesloten. Ik zou zeggen, geef haar ook hem een hartelijk applaus. Dames en heren. Oh ja, ik heb dan toch kennelijk een poot gemaakt, maar dat komt. Is dat de vader van de. Van die Sapelberg. Ja, Sapelberg senior heeft ook in verband met een jubileum bij de toneelvereniging in Wielree, en ik weet niet, maar dat kan ik misschien zelf even vertellen, ook de erestaal van de gemeente Gulpen ontvangen. En mag meneer Sapelberg, die is in de zaal, mag wil die ook even opstaan? Daar is hij. Meneer Sapelberg, die was, eens even kijken, 40 jaar lid. Nee, meneer Sapelberg, klopt dat? 40 jaar lid? Ja. 40 jaar lid van de toneelvereniging. Echte toneelspeler. Goed zo. Zeg, beste mensen, ik heb genoeg verteld. Ons legioen van eer is met 15 mensen uitgebreid. Wij zullen zorgen dat in de komende jaren de zaal helemaal vol is. Dat beloof ik u, want we hebben verdienstelijke mensen in Gulpen genoeg. Mensen die zich voor de gemeenschap inzetten, daar moet je zuinig op zijn en die moet je eren. En dat doen we ook. Maar ik heb eigenlijk voldoende gesproken, dames en heren. Ik ben vol verwachting van ons roemrijke, de roemrijke zangvereniging Sint-Cecilia. En dat is eigenlijk veel leuker om naar te luisteren dan naar een rijstenbrei van woorden. Ik geef graag het woord aan hun. Dat zal niet moeilijk zijn, want ik ben van de luchtmacht en daar vliegen ze en dat gaat snel. Dames en heren, het feit dat hier in de gemeente Gulpen het Oranje Comité van Gulpen 25 jaar jubileert, heeft mij bijzonder aangesproken. Onder meer vanwege het feit dat in de gemeente Zoetermeer
ben ik zelf een aantal jaren voorzitter van de Oranje Vereniging geweest. Dat laatste is misschien een aansporing voor het Oranje Comité om eens te overwegen om er een vereniging van te maken. Want dan kun je leden werven en via de leden ontwikkel je een heleboel mogelijkheden om meer support te verkrijgen in welke vorm dan ook. Dat is punt 1. Punt 2, ik beschik over een paar mooie schilderijen die bij mij thuis niet zozeer tot z'n recht komen als dat het geval zou zijn in een openbare gebouw in Gulpen, waar dan ook. En ik zou dat daarom graag willen aanbieden aan het Oranje Comité, die dan wellicht in overleg met onze burgervader daarvoor een aardige plaats weten te vinden. Het lijkt me wel leuk wanneer het even uitgepakt wordt, zodat de aanwezigen kunnen zien wat erop staat. Gaat vlug, het is eenvoudig ingepakt. Ik wil maar even een handje helpen. Kunnen ze misschien niet staan. U weet, onze majesteit, die weet zich altijd voortreffelijk te presenteren, dus alle foto's zijn altijd goed. En ik dacht, deze zou ook een betere plaats kunnen krijgen dan bij mij. Ik dank u zeer voor uw applaus. Dat is voor mij een teken dat u het ermee eens bent. Dank u wel. Namens het Oranje Comité en het gemeentebestuur, meneer De Breukelaar, hartelijk dank. Dan maak ik nu plaats voor het koor, de verdere aankondiging, de wetenswaardigheden buiten de feiten die op uw programma vlak staan, worden u voorgezet door de voorzitter Fratjano. Dames en heren, Sint-Cecilia. Dames en heren. Namens de directeur, begeleider, bestuur, leden van Sint-Cecilia wil ik allereerst u die afgelopen jaren een onderscheiding, in welke vorm dan ook in ontvangst, mocht nemen, van harte daarmee feliciteren. Wij hopen met dit concert een feestelijke bijdrage te kunnen leveren aan de viering van Koninginnedag en in het bijzonder de feestvrienden uit Brunsum, die cum laude afstuderen aan het conservatorium en als vaste begeleider optreedt bij onder andere de Gerritskoren, het Rundersmannenkoor en het Kamerorkest Contrain. Hij begeleidt regelmatig diverse solisten en treedt binnenkort op tijdens het Mozartkoor, die zowel solistisch als met het koor zullen optreden. Dames en heren, we gaan beginnen met Domine Salvamfac Regina Nostrum van Adrianus Giese, die dit lied in 1890 schreef, toen koningin Emma het regentschap aanvaarde voor haar dochter Wilhelmina. Sindsdien heeft het bij diverse troonsbestijgingen dienst gedaan. De tekst, afkomstig uit Psalm 19, vers 10, roept Gods zegen af over het staatshoofd. Dames en heren, Domine Salvamfac Regina Nostrum.
dames en heren, uit de laatste opera die Wolfgang Amadeus Mozart schreef in 1791 en die in Wenen in dat jaar werd opgevoerd in première, hoort u thans het priesterkoor. Daarin zingen de priesters het feit dat de jongeman spoedig het priesterambt waardig zal zijn. De priesterkoor uit de opera die Zauberflöte van Mozart.
Dan de zanger, die ook eenzaam is, want hij kan tenslotte nog hoog wegvliegen, terwijl hij hier maar eenzaam moet blijven zitten en iets doen kan. Yellowbird, dames en heren.
Charles, dames en heren, is een typische uiting van Hongaarse folklore. Het begin is altijd langzaam en droefgeestig, maar al snel volgt een sneller wordend levendig ritme. Als 's avonds schaduwen over de steppen vallen en het zingen van de vogels wegsterft, klinkt opeens die dwingende Tjardas-muziek. Gespeeld door zigeuners in duizenden oude liedjes. Snelle voeten draaien, dansen en springen. Want vandaag is feest en iedereen is gelukkig. Dames en heren, Tjardas op muziek en tekst van Sander Tjigarov in de bewerking van Otto Gol. Dames en heren, Hubert Dullenboy behoeft nauwelijks nog enige introductie. 10 jaar geleden al, bij het 125-jarig jubileum van Sint-Cecilia, mochten wij hem als solist begroeten. En vandaag de dag zijn we blij dat wij en u hernieuwd met deze beroemde zoon uit onze streek mogen kennismaken. Hij is ons verbonden aan de opera te Wiesbaden, waar hij meewerkt aan de uitvoering van de opera Katja Kavanova van de Tsjechische componist Jamacek. Hij wordt begeleid door zijn eigen zoon Henrico,
die pianoles studeert bij Willem Murders en Ria Mozer in Duitsland. Enrico is vaste medewerker bij het combo van de Lentebloempjes uit Margraten, die afgelopen jaar nog te gast waren bij ons kerstconcert. Dames en heren, Hubert en Enrico de La Boy met Zwei donkere Augen van Karl Heinz. Sind all mein Glück zu jeder Stund.
schip toen uit. Dames en heren, sinds de CD maakt nu even plaats voor de balletgroep van Gilsico.
De tekst van het lied gaat ongeveer als volgt. Loodrecht stijg ik op en vlieg rechtstreeks naar de zon. Daarboven in het luchtruim, zwevend in mijn luchtballon, voel ik mij als een jonge god. Daar heb ik van niemand last. Geen dieven, geen rechters, geen hondenvoer, zelfs niet van mijn schoonmoeder. Kom, stap in en vlieg met mij mee in mijn luchtballon, de sterren tegemoet. Dames en heren, uit de operette De Vliegende Ritmeister van Herman Dostal, De Vliegermars. Het matrozenkoor uit de opera De Vliegende Hollander van Richard Wagner, dames en heren, roepen de matrozen de stuurman op om met hem mee aan wal te gaan, om na alle ontberingen op zee, dus even samen goed de bloemetjes buiten te gaan zetten. Dames en heren, het matrozenkoor uit de opera De Vliegende Hollander. Thank you.
Dames en heren, Georges Bizet was 25 jaar oud toen zijn eerste belangrijke opera, de Cher Belle, in Parijs werd opgevoerd. Een werk met het bekende thema van de aan God toegewijde maagd voor wie de liefde op straffe des doods verboden is. Uit deze opera, De Parelvissers, hoort u nu een compilatie van bekende melodieën met solistische medewerker van Hubert de La Boy en Wim Kolle.
Chante, chante, corne, qui que ta voix sonore, à qui ta chante, j'ai l'honneur.
Dan, dames en heren, vragen we je aandacht voor wederom een solistisch optreden van Hubert de Lamboy met zoon Enrico. Een titel die voor zichzelf spreekt: Kern heb ik die vrouwen gekust uit de operette Paganini van Frans Lehár. Dames en heren, Hubert en Enrico de Lamboy. Dames en heren, de ballade van Klein Zak vertelt het verhaal van de mismaakte dwerg Klein Zak, die aan het hof van Eisenach het mikpunt is van spotternij en waar men geen rekening schijnt te houden met het feit dat ook hij een mens van vlees en bloed is. Een mens die droomt
over aanhankelijkheid en liefde. Maar uit deze droom wordt gehaald, vreed uit deze droom wordt gehaald. En zijn rol vandaag moet blijven spelen. Dames en heren, het koor en Hubert de Lamboy in de Ballade van Kleinzak van Jacques Offenbach. Wie die Segel auf einem Wrack und das Monstrum schrie.
verlangt, das Haar, gleich zackt. Mit Flock, mit Flock, mit Flock, mit Flock, das Haar, gleich zackt. Afsluiting van dit Koninginnedagconcert, dames en heren, zingt het koor ons nationale volkslied, het Wilhelmus. En in de volgende geest nodig u uit om te gaan staan. Zeer hoog gespannen verwachtingen van deze avond, maar dat is ver overtroffen en ik weet zeker dat het ook zo is gegaan, dat ik hier wat opging. Meneer de Lambooi, beide, vader en zoon, hier mag in hulp komen wonen. Hier moet in hulp komen wonen. Je mag een hulp aan het gemeentehuis komen werken. En weer boeien om u heen, samen met dat koer in de concertzaal. Gemeente Rood, voor het gaat, van Dorpen, een echte concertzaal met een schitterende akoestiek, dan zullen we uitgroeien tot het culturele centrum van het Heuvelland. Dat zijn we al eigenlijk. Dames en heren, hier als gemeentebestuur doet erg ons best om van Gulpen iets schoons te maken. Om van Gulpen een hele eigen identiteit, een heel eigen karakter te geven. Je doet dat door heel veel aandacht te besteden aan architectuur, infrastructuur, beeldende kunst, maar wat huffert toch in dat talent op het muzikale gebied. Op het gebied van ballet moet ik natuurlijk ook niet vergeten. Dat is de eerste keer dat ik de balletgroep eigenlijk in deze vorm zie. He, dat is dus werkelijk fantastisch. Ik zou zeggen, ook op het gebied van het ballet moeten we hier ons verder ontwikkelen. En dat zit er best in, het soort werkjes die we hier in Gulpen hebben. De deze en de deze hebben we werkelijk genoemd en wat hier hoog aan het einde.
Ja, mannen van onze zangvereniging Sint-Cecilia, die zijn trots op u. Ze zijn ware ambassadeurs van alle goeds van Gulpen. Ik zou zeggen, draag de naam van Gulpen op deze manier goed en dan kunt Gulpen er wel. Heel hartelijk bedankt voor dit schitterende concert. En ik wil ook nog bedanken degene die al dit moois voor ons ieder jaar weer organiseren. Ik heb ze al genoemd, natuurlijk het Oranjecomité en de toekomst Oranjevereniging, heb ik begrepen. Het oudercomité, niet te vergeten, wat ook allerlei activiteiten telkens ontplooit in het Dopense. En ik moet ook niet vergeten, in het wielrace, daar is ook een hele groep steeds actief. Het jeugd- en jongerenwerk, wat allerlei activiteiten voor de jeugd op deze mooie dag organiseert. Ook heel hartelijk dank daarvoor, want die zijn de eerste keer in ons midden. Hoe zitten ze eigenlijk, de jongens van Wielvee? Hey, ze zijn toch wel? Ja, ze zijn hier vertegenwoordigd. In ieder geval, heel hartelijk bedankt. En ik hoop dat we hier nog minimaal zo'n schoene oranje viering mogen beleven. Heel hartelijk bedankt. Ja, hoe kan ik dat vergeten? Onze Italiaan, zou ik zeggen. Onze Napolitaan. Ja, hartelijk bedankt u. Doe, dat is vanzelfsprekend, maar dat is een van ons. Hoop ik deze club gesteld. Heel hartelijk bedankt allemaal. En ik zou zeggen, Pierre met het officiële deel de hoed, vergoed naar de kant van de tempaan, dat je het heerlijke vet. We hebben ook nog een grote schitterend beer, werkelijk van wereldklasse. Dat komt voor uw preuven. En terwijl we dat preuven, geeft de mannenkoop sinds Cecilia gewoon aan de teek rustig door. En dan gaan we samen met ze. Zullen we dat doen? Oké. Sonst rum.